Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie heeft de kick-off van de bijzondere cyberanalyst training gedaan. Deze vond plaats op maandag 9 mei in aanwezigheid van waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel Werner Kuasen, defensiedirecteur Sherif Abdulrahman, de staf en de 16 geselecteerde trainees. Het doel van deze training is om te komen tot een effectievere aanpak van cybercrime in ons land. Kijk mee naar het volgende verslag. Nou, het is een mijlpaal, laat me dat beginnen te zeggen. Het is een mijlpaal. We hebben eigenlijk, na mijn aantreden, zaten we te brainstormen van wat zijn de beleidsprioriteiten voor de komende 5 jaar op het gebied van veiligheid, op het gebied van defensie. En toen we bezig waren zo te brainstormen voor ons beleidsplan, is een van de dingen die dus heel erg actueel is aan de orde gekomen, is cybersecurity, cyberveiligheid. En toen hebben we geïnventariseerd en gekeken, maar wat hebben we eigenlijk daarvoor in place? En wat zouden we moeten doen? En toen bleek dat we eigenlijk bijna niks in place hadden als defensie. Maar dit is zo belangrijk. We zien het ook in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat cyber heel erg belangrijk is. Dus wij hebben gezegd toen, en we zagen het ook vanuit mijn vorige professie als politie-inspecteur, hebben we ook gezien de impact van cyberveiligheid eigenlijk voor onze samenleving. We digitaliseren meer en meer, we hebben systemen, geautomatiseerde systemen, maar we hebben ook hackers. Mensen die systemen doelbewust ontregelen, buiten werking stellen. Internet buiten werking stellen, dan heb je eigenlijk heel veel oponthoud en heel veel schade. En dat kan ook in defensie, dat stukken kunnen lekken, dat onze systemen buiten werking kunnen worden gesteld, dat zaken op een zodanige manier vervalst worden dat je het bijna niet kan onderscheiden van een originele en daardoor mensen eigenlijk in verwarring kunnen worden gebracht. Dus dat was de noodzaak. En toen hebben we gezegd, wat gaan we doen? Dus we hebben een plan van aanpak gemaakt, is beginnen een team te hebben. Maar hebben we dat team? We hebben dat team niet, dus we moeten dat team selecteren. We moeten een training gaan bieden aan de mensen. We moeten in de praktijk wat ervaring opdoen. Dus zo is het plan gekomen. Daar hebben we gekeken van hoe kunnen we werken. Interpoint was er. We hebben die samenwerking aangegaan. Het is een public-private partnership geweest. Een van de eisen was van laten we onze eigen mensen selecteren, maar laten we ook nieuwe mensen selecteren. Dus toen heb ik contact gemaakt met de minister van Arbeid toen, mijn collega Reshma Kuldeep Singh. Ze heeft een databank, een vacaturebank, waar mensen bijvoorbeeld werk zoeken. En ze heeft gekeken in de vacaturebank en ze heeft daaruit een aantal mensen gegeven. En uit die groep van mensen hebben we 8 geselecteerd. Die mensen zijn niet voor de arbeid. Het is alle 16 zijn voor defensie. Maar het is wel geselecteerd uit haar databank. Ja, we zijn al een tijd betrokken bij defensie. En in dat kader adviseren wij Prodeo, de minister. En kijken van hoe kunnen we de samenleving verder helpen. En we wisten dat de minister iets wilde doen met cybercrime. En dan zijn wij op zoek gegaan naar mogelijkheden, financiële mogelijkheden vanuit Nederland. Om te kijken van kunnen we iets opstarten voor defensie. Ja, dat is gelukt. En vanuit die hoedanigheid hebben we dat traject ingezet. We hebben eerst een subsidieaanvraag gedaan in Nederland. Waarbij we hebben gekeken van wat zijn de mogelijkheden. En vanuit de subsidieaanvraag op het moment dat we accordering kregen vanuit Nederland. Zijn we gestart, hebben we de minister geïnformeerd en zijn we het traject ingegaan. Daarnaast was het zo dat we hebben gekozen voor politiek onafhankelijk werven en selecteren van de mensen. Dat betekent dus dat wij als organisatie de eerste selectie hebben gedaan. Bij de tweede selectiegesprekken kwam Defensie erbij. En daarna hebben we nog een assessment gedaan met de mensen. Op basis van die drie methodieken hebben we 16 mensen geselecteerd. En dat is de groep waarmee we starten. Een van de voorwaarden was ook dat we mensen vanuit arbeid mee wilden nemen in dit traject. Dus niet alleen maar mensen vanuit defensie. En dat heeft de toenmalige minister Kuldeep Singh heeft dat ook heel goed aangepakt. En heel snel gehandeld met haar team. En zodoende hebben we eigenlijk heel snel een selectieproces kunnen doen. De motivatie van de mensen. De doorzetting, de IT-affiniteit, dus dat je echt wel affiniteit hebt met dat vraagstuk. Maar goed, we hebben ook gekeken naar het niveau,
Maar voor ons was wel de belangrijkste aspecten de motivatie van de mensen en de wil om dit te willen. Ik denk dat de mensen in ieder geval qua IT-competenties voldoende ervaring en competentie en tools hebben om hiermee aan de slag te gaan. Dat zijn volledig Microsoft gecertificeerde opleidingen, dus volledig door Microsoft internationaal erkend. En dit zijn modules die in Suriname nog niet bekend zijn. Dus als we praten over cyberanalyst, dan is het echt wel een vrij zware opleiding. Maar als we kijken naar de doelgroep die we geselecteerd hebben, zullen we eigenlijk bij het begin gaan starten. Het is een project van ongeveer 12 maanden, waarbij we een combinatie doen met per praktijkopdrachten. En wat denk ik heel belangrijk is, voordat wij gestart zijn, hebben we samen met de directie van ITPH Academie uit Zwolle, hebben we hier nog een week lang een soort quick scan gedaan op het IT-landschap van Defensie. En op basis daarvan hebben wij gekeken van wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden en wat zou het niveau moeten zijn van de mensen. Wat we gaan doen is een fundament leggen. De minister heeft al aangegeven dat informatie is niet meer weg te denken. Ook voor Defensie, als het gaat om niet alleen het lam leggen van infrastructuur, ook om desinformatiecampagnes. En wat we beogen is een fundament te leggen. Elk stevig gebouw is gebouwd op een goed fundament. En deze mensen, deze gemotiveerde kandidaten, daar gaan we dat fundament leggen om cyberdreigingen te kunnen beoordelen, te kunnen adviseren. We beginnen heel algemeen, het algemene IT-veld van databases tot netwerken. Hoe ziet de PC eruit? Daarmee te beginnen. We gaan met name het netwerkaspect later dit jaar verder uitwerken. En een en ander moet leiden tot een aantal certificeringen met de mensen die wereldwijd erkend worden. En hopelijk daarmee bijdrage leveren aan cyber awareness. Voor niet alleen voor het ministerie van Defensie, maar ook de Surinaamse samenleving als geheel. Ieder land heeft ermee te maken. Ook wij in Europa zien natuurlijk nu heel veel desinformatiecampagnes, aanvallen over en weer. We hebben ook in de Verenigde Staten grote cyberincidenten gezien. Dus het is voor iedereen belangrijk. En we zijn er erg trots op dat we dit mogen doen in Suriname. We beginnen met IT Fundamentals. Dat is een traject. Dat moet ook leiden tot een examen. Dat is een heel breed overzicht van IT. En daar gaan we een aantal aspecten gaan we verder uitdiepen. We gaan in het najaar wat meer de Microsoft Windows omgeving bekijken. Daarna zal tegen het eind van het jaar zijn, zal mijn collega die hier komt, meer het netwerkgedeelte verder uitwerken. En we gaan eindigen met de cloud, omdat dat niet meer weg te denken is tegenwoordig. We gaan daar in ieder geval ook een certificering in het Microsoft gedeelte, om daar alvast een begin te maken. Dan zal het zijn ergens maart. Hopen we dan een mooi breed fundament gelegd te hebben. Een cyberanalyst is uiteindelijk iemand die vanuit losstaande gebeurtenissen, of ogenschijnlijk losstaande gebeurtenissen, een incident weet samen te plakken. Dat bepaalde zaken die je vanaf een IP-adres ziet gebeuren, zouden misschien te maken kunnen hebben met een campagne, andere gebeurtenissen. Die zaken met elkaar in verband brengen en van daaruit maatregelen kunnen voorstellen, daar ook eventueel beleidslagen terzijde staan. Dat is eigenlijk de taak van een cyberanalist.